Welkom bij de eerste uitzending van Lieveke. We hebben al jullie vragen bekeken en we gaan een paar van deze vragen beantwoorden. Want ja, allemaal, ik denk niet dat we er tijd voor hebben, Martijn. Nee, dat gaat niet lukken. Dat gaat niet lukken. Zullen we maar meteen beginnen? Zullen we beginnen? Vraag 1? Vraag 1. Vraag 1 is... Het is zo warm in de slaapkamer, want het is ook heel warm geweest de afgelopen tijd. Ja, erg warm. En hoe krijg ik het nou koeler? Dat is lastig, hè? Ja. Heb je... Sommige mensen hebben een airco in huis. Ja. Even natuurlijk niet iedereen. Als je nou geen airco hebt, maar je hebt wel een mooie ventilator, een plastic of een metalen, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. En je zet daar een flesje water, wat je in de vriezer hebt gehad voor, dan wordt het ook een stukje koeler. En als je die ook niet hebt, dan zou ik gewoon een handdoek nat maken en op je hoofd leggen. Zeker weten dat je afkoelt. Nee? Ja. Vraag 2. Laat maar komen. Nou, je hebt een zonnebloem. Die houdt van de zon. Die gaat altijd naar de zon kijken. Hè? Ja. En dan heb je een waterlelie. Die houdt van water. Want die is in het water. Dus de worteltjes in het water, ja. En een paardenbloem? Dat is een lastige. Ik denk toch maar dat die van paarden houdt. Heb ik zo'n idee van, zou het niet? Of denken jullie, ja, ik weet het eigenlijk niet zo. Ik vind dit wel een hele lastige. Hey, Solomon! Hey, hallo! Hey, Carmen! Hallo! Zeg, maar zo'n waterlelie, hè? Ja. Dat is eigenlijk wel heel gevaarlijk, hè? Gevaarlijk? Een waterlelie? Maar dat is een mooie bloem. Ja, is heel mooi, maar als je daar te lang onder blijft zitten, hè? Ja, wat dan? Dan ben je hartstikke dood. Oh. Oeps. Nog bent? Ja. Lotte die heeft een hele interessante vraag gesteld. Oh ja? Ja, luister. Ja. Ze zag laatst een paal ja. waar het luchtalarm uitkomt. Weet je wel, zo'n hele hoge met zo'n raar ding er bovenaan. Ja. En toen vroeg ze zich af ja. hoe het alarm eigenlijk aangaat. Weet je dat? Ja, dat weet ik wel. Oh. Want er moet dan, nou toevallig, kijk, daar ligt daar, dan moet je even dat kastje pakken wat daar ligt. Die rode? Ja. Ja, oké. Okay. Die is wel een beetje zwaar, zeg. Die is heel zwaar, maar het is ook een heel belangrijk kastje. Okay. Hè? Ja, want dan hebben ze bij elke gemeente, hè, ja. daar hebben ze dan iemand zit bij, er is dan eigenlijk een soort kamertje. Ja. Ja, en daar zit dan iemand in, van als er dan iets is, dan moet die iemand die daar zit, heel belangrijk werk is dat, die moet dan een knopje indrukken, want dan gaat het alarm af. Oh. En dan weet iedereen dat er iets aan de hand is. Dat is wel een belangrijke baan eigenlijk. Dat is een hele belangrijke baan. Okay. En dat doen ze dan elke maand op maandag. Waarom? Ja, om te testen of het nog werkt. Oh ja, natuurlijk. Ja. Voor als er echt iets is. Voor als er echt iets is. Okay. Dus dat doen ze op maandag elke maand doen om 12 uur. Om 12 uur? Ja. Omdat dan is iedereen wakker. Ja. Ja, nou ja, de meeste mensen. Maar dan doen ze dus op zo'n knopje drukken. Hè? Ja. En dan, zal ik het even doen? Ja? Ja, doe maar. Doe maar. Zo. Knopje drukken. Nou, volgens mij... Was daar niet helemaal juist? Nee, maar ik moet denk ik even dit knopje. Heb je dan? Ja, gaat dit nou goed doen? Ik hoop het wel. We gaan het proberen, hè? Doe maar. 1, 2. Ja. Dat klinkt bekend. Ja. 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 Lotte, ik hoop dat dit het antwoord op jouw vraag is. Weer? Ja. Ja, ik vond het best interessant. Dat is ook weer interessant. Volgende vraag. Welke kleur hebben de vlinders in je buik als je verliefd bent? Oh, maar dat weet ik. Ja? Ja, dat is niet zo moeilijk. Nee? Nee. Als een jongen verliefd is op een meisje, ja. heeft hij natuurlijk roze vlinders in zijn buik. Mm. Als een meisje verliefd is op een jongen, dan heeft hij blauwe vlinders in zijn buik. Ah, ja. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat een jongen op een jongen verliefd is, of een meisje op een meisje. Ja. En dan heb je regenboogvlinders. Alle kleuren van de regenboog. Nou, daar heb ik nog eens over nagedacht, maar dat is misschien wel... Dat is wel een goeie. Ja, ik dacht het ook. Wat hoor ik nou iets? Ja, zie je wel, de bel. Visite? Moet ik gaan kijken? Ga maar kijken, ben benieuwd. Het is Frans! Gezellig! Hallo! Ben ik welkom? Alleen als je gebak bij hebt. Nou, ik heb wel iets lekkers bij de koffie bij. Ik zet mijn fiets hier even neer. Ik heb het maar meegebracht in een koeltasje. Want het is een beetje warm. Want het is een beetje warm.
uitpakken. Wil je dan weer drinken erbij, Frans? Ja, glaasje koud water alsjeblieft. Glaasje koud water. Ik ga het even halen. Ga je even halen? Kijk eens. Ik heb lekkere puddingbroodjes bij. Voorbij de koffie. Oh jee. Of voorbij de frisdrank. Zet ik deze maar even op de grond. Goed, Frans. Dankjewel. Bordje. Bordje? Nou, dat is wel makkelijk, een bordje. Hadden we niet op gerekend. Nee? Toch? Nee. Nee. Kijk eens. Kijk aan. Dankjewel. Nou, dan gaan we er maar één hier maar uitpakken. Op, hè? Zal ik ze uitpakken? Wel, ja. We hebben er één te veel. Oh, die is voor de cameraman natuurlijk. Tuurlijk. Tuurlijk. Dat mag ik niet vergeten, cameraman. Zo. Je mag de doos leegmaken. Kijk. Helemaal goed. Nou Frans, nou je toch hier bent, ja, kunnen we eigenlijk wel meteen een paar vragen stellen aan Frans. Ja, dat denk ik nog niet. Kijken of ik die kan beantwoorden. Ja. Dat zal toch wel? Je weet maar nooit. We zullen ze niet moeilijk maken. Graag, graag. Want het is vakantie. Sommige mensen wel. Wij moeten gewoon werken. Ja, de cameraman niet. Wij zijn gewoon aan het werken. Jij hebt misschien vakantie, maar wij zijn gewoon aan het werken. Maar dat maakt het niet uit. Maar vertel, jij doet al heel erg lang mee voor ons idee. Hoe lang al precies? Ik doe al vrij lang mee. Dit jaar zou eigenlijk mijn 50ste jaar worden. Maar omdat kindervakantiewerk dit jaar niet doorgaat, moet ik dat even een jaar opschuiven. Tot 2021. En dan doe ik voor de 50ste keer mee als vrijwilliger bij kindervakantiewerk. 50ste keer? 50ste keer, ja. Dat is wel lang, hè? Dat is wel lang, hè? Ja. Heb je nou ook bij dat kindervakantiewerk een favoriete dag? Want jullie gaan naar het bos, of met de bus weg, of spelletjes. Of, wat vind je nou het leukste? De leukste dag is eigenlijk de eerste dag. Als je weer voor het eerst kennis maakt met de kinderen en met de vrijwilligers van de groepen. Dat is eigenlijk de leukste dag, want dan start het kindervakantiewerk. En dat is een mooie opstart, vind ik, van 2 weken kindervakantiewerk. Dus de eerste dag is eigenlijk de leukste dag, vind ik. De eerste kennismaking. Ja, dat snap ik. Dat ook wel. Ja. Hebben we nog een andere vraag? Ja, we hebben nog een vraag. Heb je buiten het kindervakantiewerk nog andere hobby's? Ja, ik fiets graag. Daar ben ik altijd op de fiets. Ik lees graag. En ik speel graag spelletjes. Wat voor spelletjes? Het liefste spelletjes met vrienden. Gewoon bordspelletjes op tafel. Oké. En dat... Wat voor spelletjes maakt niet uit, als het maar spelletjes zijn. Als het maar spelletjes zijn. Ja. Dat is ook wel gezellig. Ik hou ook wel van spelletjes. Wat is je lievelingseten? Lievelingseten heb ik eigenlijk niet, maar ik eet wel graag zelfgemaakte nasi of spaghetti. Die maak je dan altijd in grotere hoeveelheden. En dan gaat er een gedeelte in de vriezer, in bakjes. Oh, dat is slim. Dan, ja, dan hoef je maar niet vaak te koken. Eén keer in de 3 weken nasi te koken, 1 keer in de 3 weken spaghetti koken. Ja. Dan kan ik gewoon de bakjes uit de vriezer halen en warm maken in de magnetron. We hebben ook nog een vraagje van een van onze kinderen. Ja. Wat doen jullie met de spelletjes die verzonnen zijn voor dit jaar? Wat gebeurt daar nu mee? Oh, dat is een hele goeie, ja. Ja. Jammer dat we die dit jaar niet kunnen spelen. Maar die hebben we in de kast gelegd en die bewaren we netjes tot het volgend jaar. In 2021 halen we die weer uit de kast. Oh, dus volgend jaar hoef je eigenlijk niks meer te doen? En volgend jaar hoeven wij eigenlijk weinig spelletjes meer te maken. En dan gaan we onze eigen beraden op binnenspelletjes voor als het nog eens een keer slecht weer is. Nou, dat gaat hem niet worden, denk ik, slecht weer. Beter heet weer. Nou jongens, dit was het. De eerste aflevering van Lieve Carmen. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. We gaan afsluiten. We zeggen... Frans, dankjewel voor het komen. Ja, dan. Martijn, dankjewel voor het meedoen. Ja, en Solomon, ga maar weer lekker spelen met de bal. Nee. Nee? Nee. Wat ga je dan doen? Taartje eten. Taart eten? Ja. We gaan taart eten. Taartje. Tot de volgende keer. Doei! Doei!